ik heb besloten om mee te doen met Textile Academy, omdat ja, ik ben een printontwerper. Ik ontwerp print voor textiel. En ja, ik heb in mijn ontwerpproces niet heel erg veel invloed op hoe de industrie werkt. Ik werk wel voor een aantal klanten en die hebben daar meer invloed op dan ik. Maar ik wil gewoon meer bezig zijn met hoe kunnen we de industrie verbeteren. Hoe kunnen we het meer sustainable maken. En ik wil daardoor ook wil de nieuwe technieken leren om textiel te bewerken. Waardoor ik zelf al in het klein kan beginnen om een kleine verandering teweeg te brengen. Ik ben aan het onderzoeken hoe ik met behulp van geluid, frequentie en muziek patronen kan creëren op textiel. Er bestaat iets als een Chladni plate, heet dat. En daar wordt gebruik gemaakt van frequentie op een metalen plaat. En daarop liggen dan particles, zand of couscous of iets dergelijks. Dus het zijn wel korreltjes die gebruikt worden. Dus waarschijnlijk moet de verf ook uit korrels bestaan. Dus gekleurd ja, poeder, natuurlijke verfstoffen. En dat is ook eigenlijk waar ik dan de stof mee wil verven. Het liefst met natuurlijke verfstoffen en niet met chemische verfstoffen. Ik hoop dat met mijn eindproject we op een andere manier gaan kijken naar textiel. En ja, dat we weer ons meer verbonden voelen met het product.